Nou, bestaat de markt uit aanbieders van producten en diensten. En je ontkomt niet meer aan een goede website, dat je daar alles tentoonspreidt en uitlegt. Wat is jullie aan? Ja, hoe vliegen jullie zoiets aan? Ja, de trend is natuurlijk dat iedereen online wil kopen. Voor mij is het een uitdaging om voor ons bedrijf natuurlijk toch voor te zorgen dat we een winkel aanbieden op onze website, dat mensen ons toch uitnodigen voor het persoonlijke gesprek. Blijft heel lastig. Wij hebben getracht op onze website kenbaar te maken dat we middels een scan die we uitvoeren bij het bedrijf eigenlijk toch weer in contact komen met die klant. Het is een keuze die je maakt. Je kan de scan ook in laten vullen op een website. Maar dan mis je het persoonlijke aspect. Ja. Dus we hebben maar een klein gedeelte afgebeeld van de scan om toch te triggeren. En dan natuurlijk de prospecten uit te dagen om die in te willen vullen. Waar wij bij zijn. Omdat toch dat persoonlijke advies, en zeker in de tak van sport die wij nu gaan beoefenen, zo belangrijk is. Maar je gebruikt dus een methode om te inventariseren bij een klant waar dat de actie neergelegd moet worden. Waar dat hij moet bewegen en verbeteren. Ja, we kunnen alles vertellen natuurlijk op de website. Maar dan heb je niet de interactie. Nee. Dus zeggen we van nou, pak gewoon een uur van je tijd en ga de stellingen beantwoorden. En dat betekent dat er ook iemand naast je zit die je van advies kan dienen. En we bieden dat vrijblijvend aan. Natuurlijk, naar aanleiding van deze scan is het zo dat wij een advies uitgeven. Maar zoals Ed eerder in het programma zei, het is no Q no P. Dat advies, dat leggen we bij je neer. En is de keuze aan de ondernemer of die daarop in wil gaan of niet. Ja, dus dat wil zeggen dat je je eigen marketing kunt laten beoordelen door jullie, met jullie ervaring. Ja. Ja. En dat kan ook op het gebied van de sales natuurlijk. Ja, dat klopt. Ja. Maar wij vinden het wel belangrijk dat de eigenaar-directeur echt zelf aangeeft wat het huidige niveau is van de diverse acties die jij doet. Maar ook het gewenste niveau. Het moet echt zijn verhaal zijn waar wij dan een advies op uit kunnen brengen. Ja, en het blijft toch ook natuurlijk een kwestie van doen. En waarin je natuurlijk de vinger aan de pols moet houden van doe je de goede dingen. Ja, en kijk, wat we er ook in tegenkomen is dat zaken aan de orde gesteld worden waar wij zelf van zeggen dat we daar niet alle kennis van in huis hebben. En daar hebben we partners voor geselecteerd die dan eigenlijk dan op dat gebied weer adviseren. Omdat wij willen niet doen waar wij niet goed in zijn. Nee, dat zou Er zijn gewoon een tal van zaken wat wij gewoon gedaan hebben in onze carrière. En daar staan we volledig achter. En daarom durven we daar ook hard voor te vechten. Maar er zijn gewoon zaken waarvan we zeggen, ja, daar hebben we geen kennis van. Dan pak je gewoon een andere partij. Oké, we gaan naar weer een plaat van jou, René. Hier komen de Bee Gees met Spicks & Specs.